meteen. Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel. Samson, stop met jouw geklaag. Dus laat proef mij. Het is voor elkaar, het is besteld. Oh. En nu maar likken, likken, likken voor het smelt. Ja, ja. De chocola hangt in je baard. Kleine gulzegaard. Wie, oh wie, wie wil er een ijsje? Oh wie, wie wil er een ijsje? Oh wie, een bolletje of drie. De bol. Ik kan geen pap meer zeggen, want mijn buik zit vol. Maar morgen vroeg, dan ben ik hier. En kom ik weer een ijsje eten met plezier. Woehoe! En dan stel ik net als vandaag deze leuke vraag. Welke vraag? Wie, oh wie, wie wil er een ijsje? Oh wie, wie wil er een ijsje? Oh wie? Fantastische zomershow! Ja, vis komt bij onze bombastische zomerslow! Nee, Samson, welkom bij onze fantastische zomershow. Ja. Oh, wat zijn wij blij dat wij jullie mogen ontvangen. Ja, en wij zijn ook heel blij, hè, Marie? Ja, ja, dat we ze mogen ontvangen, hè? Ja, ja, zeg, wacht eens even. Ja? Maar dat gaan we niet doen, hè? Wat? We gaan de mensen hier toch niet behangen? Nee, nee, we gaan ze ontvangen, want vandaag zijn wij extra vrolijk. Ja, 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 en wij zijn ook vrolijk. Ja, ja, want kijk eens hier. Kijk eens hier. Tada! Ja. Samson en ik, wij gaan op reis. Ja. En naar waar gaat onze reis? Wij gaan naar de blote pillen. Nee, nee. Eh? Nee, wij gaan naar de Antillen. Ja. Samson en ik, wij hadden ons ingeschreven voor een wedstrijd van de radio. En de prijs van die wedstrijd was een reis naar de Antillen voor 3 personen. Ja. En wij hebben gewonnen. Ja, joepie. Olé, pistolé, santé. Ja, ja, en Samson en ik, wij gaan sowieso met ons tweetjes. En wie de derde persoon is die wij gaan meenemen, daar gaan wij nog eens heel goed over nadenken. Ja, Marie, ja. Mag ik dan even iets zeggen? Oh, dat moet je misschien strakjes doen, hè? Want het is nu tijd om onze eerste vriend erbij te halen. Oh ja! Lieve vrienden, geef hem een daverend applaus. Hier is brandweerman Bill! Dag, Lightjes! Dag, meneer de brandblusser! Dag, Samson! Dag, Bill! Dag, Marie! Zeg, waarom staan jullie koffers hier? Gaan jullie verhuizen? Zeg, ik sta helemaal niet vol luizen. Nee. Nee, nee. Verhuizen.
Bill die wil weten of wij ergens anders gaan wonen. Ja, dat is toch niet zo, hè? Nee hoor, Bill. Nee. Dit zijn onze reiskoffers. Samson en ik, wij gaan op vakantie. Ja, wij gaan naar de blote billen. De blote billen? Oh, wanneer vertrekken wij? Blote billen! Sorry. Wij gaan naar de Antillen. Ah, ja. Samson en ik, wij hadden ons ingeschreven voor een wedstrijd van de radio. Ja. En de prijs van die wedstrijd was een reis naar de Antillen voor 3 personen. En wij hebben gewonnen. Ja. Oh, een reis voor 3 personen? Ja. Oh, dat is fantastisch. Oh, ik droom al jaren om op vakantie te gaan naar de Antillen. Zeg, ik ga snel mijn koffer maken, dan kom ik terug. En dan zijn we weg, hé. Tot zo. Ja, nee, Hobel, dat gaat zomaar niet. En waarom niet? Ja, nee, omdat Samson en ik nog even goed gaan nadenken over wie wij gaan meenemen. Zeg, flauw hoor. Marie, mag ik dan nu even iets zeggen? Oh, wacht nog even. Ja, want we zitten nu midden in de show en het is ook tijd om onze tweede vriend erbij te halen. Ja! Lieve vrienden, geef hem een daverend applaus. Hier is de enige echte burgemeester. Aan alle die gekomen zijn, proficiat. Aan alle die niet gekomen zijn, proficiat. Dag meneer de burgemeester. Dag Samson. Dag burgemeester. Dag Marie, dag Bill. Dag burgemeester. Zeg, hebt u ook een reis gewonnen misschien? Nee. Ik niet, maar Samson en Marie wel. En ik mag mee naar de Antillen. Oeh, maar Marie, je zei nog dat je nog moest kiezen wie er mee mocht. Ja, maar dat is ook zo, hè, burgemeester. Waarom denkt u dat u meemaakt? Oh, ja, Marie, meneer de burgemeester heeft dat zo gisteren aan mij gevraagd. Zo. Maar ja, ik wou ja, toen zeggen... Ja, inderdaad, ik heb dat gisteren al aan Samson gevraagd. Ja, en een reis naar de Antillen, dat is nu net mijn grote droom. Ja, zeg Samson, toen de burgemeester dat aan jou vroeg, hè, wat heb je toen geantwoord? Ja, eigenlijk niet. Maar wacht u zelf eens even. Ik wacht zelf even. Goed idee. U vraagt aan Samson. Ja. Of u mee mag naar de Antillen. Ja. Samson die antwoordt daar eigenlijk helemaal niks op en toch staat u hier, ja, zo. Ja, maar wacht even. Samson heeft niet gezegd dat ik niet mee mocht. Hè, ja, Samson. Dat is ook wel waar. Ah, burgemeester, ja. U moet geen woorden in Samson zijn mond leggen. Ah! Wat is er? Je staat op mijn zwemvlies. Dank u wel. Burgemeester, ja. Nu moet je eens goed naar mij luisteren. Ik luister goed naar jou. Goed, hè? Ja. Het is niet omdat Samson niet gezegd heeft dat u niet mee mag, dat u daardoor wel mee mag. Maar wacht even. Als de burgemeester niet mee mag, ja, dan wil dat zeggen dat ik wel mee mag. Wil alsjeblieft, begin jij nu ook niet, hè. Ik denk dat het beter is dat jullie alle twee even een beetje gaan afkoelen. Ja, en laat Samson en mij maar even goed nadenken. Dank je. Oh, flauw hoor. Allee, rennen, eentje. Wat bleef nu? Rennen, ai. Zeg, vlot hoor. Ja, maar Marie, ja. Wie gaat er nu mee naar de blote billen? Wie er mee gaat naar de Antillen? Ja. Samson, dat is altijd de vraag. Zijn om dat niet te willen. Pak je bikini
Samson, je hoeft niet zo te schrikken. Ik wil je gewoon iets vragen. Oh ja? Vraag maar dan. Samson, wat zou je ervan denken als jij en ik eens door het dorp zouden rijden? In de brandweerwagen. In de brandweerwagen? Ja. Oh, zeg, en gaan wij dan zo doen, zo van... Je bedoelt rondrijden met de sirenes? Ja. Ja, maar natuurlijk. Zeg, hé, dat brandje zal ik even blussen. Maar op één voorwaarde. Oh ja. Dat ik met jullie mee mag naar de Antillen. Eh? Afgesproken? Oh. Zeg, wat zijn jullie hier aan het doen? Niets. Meneer de burgemeester, ik mag van meneertje brandblusser mee rijden in de brandweerwagen. En dan gaan wij zo doen, zo van... Ja, zeg. En in ruil daarvoor mag ik mee naar de Antillen. Ah ja? Ja. Daar zou ik nog zo zeker niet van zijn. Nee? Nee, let maar eens op. Samsonnetje. Ja? Heb jij toevallig zin om een beetje te spelen? Oeh ja, wat gaan we spelen? Ah, kijk eens hier, Samson. Huppakee. Een rood balletje. Wow. Ja. Leuk, hè? Ja. Kijk nu eens, Samson. Joepakee. Jepla. Dat is zo'n mooi rood balletje. Ja, mooi. Samson, als jij wil, dan mag jij dat rode balletje hebben. Maar alleen als ik in ruil voor dat rode balletje mee mag op reis naar de Antillen. Dat is niet eerlijk, meneer de burgemeester. Hoe, dat is niet eerlijk? Nee, dat is niet eerlijk. Jongen, ik was hier eerst eens gevraagd of ik neem op dat. Wat is dat hier met dat geruzie? Hij is begonnen. Ja, ja, Bildi, luister nu goed. Ja? Bildi heeft geprobeerd om Samson om te kopen. Dat meent u niet. Dat meen ik zeker weten. Om samen met jullie op reis te kunnen naar de Antillen. Oh, meneer de burgemeester, u heeft net hetzelfde ik gedaan. Ik heb niet net hetzelfde gedaan. Ik heb gewoon een spel afspelen. Jullie zouden je moeten schamen, hè? Alle twee. Oh. Samson zomaar proberen om te kopen. Ja. Je hebt gelijk, man. Ja. Zijn jullie nu boos? Tja! Maar nee! Nee, Marie. Oei. Ja, maar wie gaat er nu mee naar de blote billen? Wie er mee gaat naar de Antillen? Wel, ik heb een idee. Ah ja? Ah ja. We organiseren een wedstrijd. Oh. En die wedstrijd die bestaat uit twee proeven. En de winnaar van die twee proeven, die mag met ons mee naar de Antillen. Oh. Wat denken jullie daar? Dat is een schitterend idee, want ik weet zeker dat ik ga winnen. Ja, daar zou ik niet zo zeker van zijn. Marie, wat moeten we doen? Wel, de eerste proef is een dansproef. Oh. En dan krijgen jullie alle twee 30 seconden de tijd om jullie allerbeste Antilliaanse dansmoves te laten zien. Ja, we houden het nog even als verrassing. Ja. 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 En Samson en ik, hè, luister goed, hè. Ja. Wij zitten in de jury. Wow! Schitterend idee. Ik ga me snel voorbereiden. Ja, zeg, ik heb ook al een spetterend idee. Oh, dat brandje zal ik even blussen. Ik ben benieuwd. Ja, maar wat gaan we dan nu doen, Marie? Wel, Samson, terwijl zij zich even voorbereiden, zingen wij een... liedje. En dit was ons allereerste liedje samen. Ja. Weet je dat nog? Oh ja. Hey, ik ben jouw nieuwe baasje. Jij, de bloem en ik het vaasje. Nooit meer alleen. Ik wist meteen. Jij bent nu mijn nummer één. Hey. Ik wil altijd bij jou zijn.
dan lach ik mee met jou. En heren, appelen en peren. En hier is meneer de burgemeester! Hopla! Zeg, burgemeester, u heeft nogal uw best gedaan. Mooi, hè? Zal ik u even de spelregels uitleggen? Alsjeblieft. Wel, u krijgt 30 seconden de tijd om uw beste dansmoves te laten zien. Oh. En u mag beginnen nadat ik hier met iedereen heb geteld van 3 naar 1. Ja. Gaan we allemaal samen tellen? Ja! Oei, oei, maar zo gaat de burgemeester dat niet horen, hoor. Gaan wij allemaal samen tellen? Ja! Oké, hier gaan we. 3. Ja, dank u wel, dank u. Goed, hè? Burgemeester, wel, ik vond het, bijzonder. Wow. En ik vond het zo'n beetje zo heel mooi zo. Yes. Heb ik nu gewonnen? Een beetje geduld, hè, burgemeester. U bent niet de enige kandidaat in deze wedstrijd, hè? Dus ik stel voor dat u even uw ballen zoekt. Ah, ja. Ja. Wacht even. Heb ik. Ja, gevonden. En de ene ligt daar helemaal aan de kant. Ah, dat ja. U daar even ineens wacht. Daar even wachten? Ja. Ja, en met plezier, want ik weet toch dat ik ga winnen. Super. Oké, Samson, de volgende kandidaat is Bill. Ah ja. Dames en heren, appelen en peren. Hier is meneertje Brandblusser. Ja, zeg. Ik ga een dance act doen met special effects. Mooi zeggen! Marie is helemaal geen vettige heks. Samsonnetje? Ja? Ik hoop ook voor Bill dat dat niet was wat hij bedoelde. Oh, nee, dat bedoel ik helemaal niet, Marie. Ah. Maar ik ben er wel helemaal klaar voor. Dan ben ik blij voor jou. Yes. Je krijgt 30 seconden de tijd. Ja. En je mag beginnen nadat wij hier allemaal samen hebben geteld van 3 naar 1. Oké. Okay. Hier gaan we. 3, 2, 1, woehoe! Jeppa! Ja, ik mag ook mee. Hey, trap! Woehoe! Woop, woop! Daar, is een effect. Slangetje is kapot. Ja, Jij weet dat Samson niet van water houdt. Oh. En ik heb deze ochtend wel mijn haren gewassen. En heb jij enig idee hoeveel werk dat is? En dat is nu allemaal uit de baantjes. Oh. Vinden jullie mijn special effects niet leuk? Nee, wij vinden jouw special effects helemaal niet leuk. Maar ik wou gewoon speciaal doen. Ga daar speciaal doen. Wat zeg je? Flauw, hoor! Maak dat je met kont op! Jo, flauw. Maar je bent wel zo helemaal nat, zo. Ja. Gaat het? Nee.
we lossen dat op. Hè? We gaan allemaal samen een liedje zingen. Hè? Daar beur jij helemaal van op. En jullie gaan allemaal met ons meezingen, toch? Zit jij hier te treuren? Ik ben een beetje ziek vandaag. Zal ik proberen om jou op te beuren? O ja, Marie, dat wil ik graag. Wil je gaan wandelen of spelen? Gaan we rapotten op het strand? Dan bouwen we wel 100 zandkastelen. Nee, ik blijf liever in mijn mand. Kom niet erbij, wat plezier. Ja, ik werd vrolijk in een wip. Ook al weet ik niet echt waarom we gieren, ik lach me zomaar uit mijn dip. Dan doen we nu verder tot we rollen op de grond. Nog ja, en ze lachen met ons mee. Leuk, hè? Ja. Zit je te kniezen of te pruilen? Zing dan met ons uit volle lang. Dan heb je echt geen zin meer om te huilen. En wordt dit toch een leuke dag. Kom, probeer het allemaal en lach je buikje rond. Laat ons gewoon samen lachen, want dat is gezond. Oh ja! Even, maar wie heeft de eerste proef nu gewonnen? Ja, maar jullie zijn te vroeg. Hoe, wij zijn te vroeg? Ah ja, de jury. Wij dus, wij moeten wel nog overleggen, hè. Ja. Ah. Oh, ja, sorry. Ja, ik zei het nog, hè, Bill. Wacht. We zijn er even niet. Zo. Ah, ja. Oh, oké. Samson. Ja? Wie is voor jou de winnaar van de eerste ronde? Zeg het maar in mijn oor. Oh, ja. Ah ja, kom hier. Oeh. Oh, ja. Afgesproken? Afgesproken! Oké. Hallo? 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 Ja, help me maar een beetje. Ja, wij zijn wel klaar met ons overleggen. Aha, en? Wel, de jury heeft er absoluut niet lang over moeten nadenken. En Samson gaat nu de winnaar bekendmaken. En de winnaar van de eerste proef is... Marie. Oh, ja. Meneer de burgemeester! Joepie! Hey, Bill, niet getreurd, hè? Ah nee, er komt nog een tweede ronde aan. Ah ja? Ja, en in die ronde, hè, mogen jullie zingen. Oh, maar dan weet ik al welk liedje ik ga zingen, hoor. Ja, maar wacht eens even. Maar je maakt geen schijn van kans. Pruitlussertje, hé, ja! Ik ben toch wel heel benieuwd, hoor. Ja, maar Marie, ja. Maar wie gaat er winnen, zo? Samson, dat komen we te weten na het volgende liedje! Lieve vriend, wie dit liedje kent, mag meezingen. En wie dit liedje niet kent, mag ook meezingen! Viva!
Oké, burgemeester, dezelfde regels als daarnet gelden. Top. U krijgt 30 seconden tijd, deze keer om een liedje te brengen. En u mag beginnen nadat wij hebben geteld van 3 naar 1. Hier gaan. 3, 2, 1. Lieve vrienden, dames en heren, meisjes en jongens. Voor ik jullie een geweldig lied ga brengen, graag eerst een woordje van dank. Burgemeester? Nee, maar die onderbreekt me niet, alsjeblieft. Hier volgt wel een plechtig moment. Ja, maar u moet misschien... Nee, ik moet niks. Ik moet alleen een toespraak geven nu. Ahem! Aan allen die tijdens de eerste proef op mij gestemd hebben, proficiat. Aan allen die tijdens de eerste proef niet op mij gestemd hebben, De tijd is op. Ja, maar Marie, dat is niet eerlijk. Nee, Samson, ik moest nog beginnen zingen. Burgemeester, dat is heel eerlijk. Kijk, ik heb u proberen waarschuwen en ik heb ook de spelregels heel duidelijk uitgelegd. Elke kandidaat kreeg 30 seconden de tijd om zijn act te brengen. En u moest een liedje zingen, maar u heeft ervoor gekozen om een toespraak te houden, ja? Ja, wat nu? Wat nu? Wat nu? Ja, nu hè. Nu wil dat zeggen dat de winnaar van deze ronde Bill is. Ja! Uit de weg. Oh. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Marie? Ja? Maar nu hebben meneer de brandblusser en meneer de burgemeester allebei 1 proef gewonnen. Zo. Ja, het is nu gelijkspel. Maar wacht eens even. Gelijkspel? Gelijkspel? Dat wil zeggen dat ik gewonnen heb. Ah ja, want ik heb de eerste proef gewonnen. Dat is toch niet hoe gelijkspel gaat bij gelijkspel? Zo, zet je maar weer in elkaar. Alsjeblieft toch eens mee op. Ja. Hela. Wie? Ja. Bill. Dat ben ik, dat ben ik. We zitten wel in het theater, hè? Ja, sorry. Hallo met Bill. En ook met mij. En ook met Samson. En ook met mij. En ook met Marie. Maar niet met de burgemeester. Wat? Ik? Ja, natuurlijk. Ik kom onmiddellijk, ja. Ja, dag. Oh, wie was dat zo? Het was de brandweercommandant. Oh. Hij heeft zijn been gebroken. Zeg, daar word jij zo vrolijk van? Ja! Ja? Nee. Alle andere brandweerlui zijn met vakantie. En daarom heeft hij gevraagd of ik tijdelijk zijn plaats wil innemen. En ga je dat doen zo? Natuurlijk ga ik dat doen, Samson. Hé, hey, brandweercommandant Bill, daar droom ik al jaren van. En ik moet vanavond al beginnen. Vanavond? Ja, na de parade. Ja, maar Bill, wacht even, want dan wil dat zeggen dat jij niet met ons mee kan naar de Antillen, hè? Dat klopt. Oh. Joepie! Dan kan ik mee naar de Antillen. Bill. Oei. Nee, ik heb een andere ringeling. Oh, wacht. Burgemeester? Ja. Ja, wacht even. Dat is met die broeken. Ja. Wacht. En hup. Hallo met de burgemeester. En ook met mij. Ja, ook met Samson. En ook met mij. En ook met Marie. Maar niet met Bill. Ja, zeg het eens. Wat? Dat meen je niet. Maar dat is geweldig. Goed nieuws, hè. Ik kom er zo dadelijk aan. Ja, dankjewel. Wat gaat u doen? Wie was dat? En dat was mijn huishoudster. Ja, om te zeggen dat mijn bestelling kleefvliegtuigjes aangekomen is. Ja, ik had er wel 50 besteld. Ik ga er meteen aan beginnen. Hop. Nu meteen. Ja, ah ja. Aan alle 50. Ah ja. Ja, dat duurt best lang. Ja, toch een paar dagen. Huh? Ja, maar ja, dan wil dat zeggen, burgemeester, dat u ook niet mee kan met ons naar de Antillen, hè? Ah nee, eigenlijk niet, nee. Ja, maar jullie zitten tijdens heel onze show ruzie te maken over wie er mee mag naar de Antillen en nu wil er niemand nog mee. Ja, Marie, sorry, maar mijn werk gaat voor, hè. Ja, ja, zo gaat dat nu eenmaal. Mijn belangrijke dossiers gaan ook voor. Belangrijke dossiers. Marie? Ja? Mag ik even iets vragen? Mag Bobientje dan mee naar de blote billen? Of Bobientje mee mag naar de Antillen? Ja. Natuurlijk mag Bobientje mee, hoe leuk is dat? Wow. Zeg, waarom heb je dat niet eerder gevraagd? Oh ja, Marie, dat straks was daar zo geen tijd voor. En dan, ja, nadien, daarna wilde ik onze vrienden niet verdrietig maken. Zo. Verdrietig? Oh ja. Oh, Samson, jij bent toch echt het allerliefste hondje van de hele wereld, hè? Ja. Ja. Hela. Sorry. Samson? Ja?
ja. We zijn heel blij dat Bobientje met jou mee mag naar de Antillen, burgemeester. Ja, zeker weten. Ah, ah, vrienden, dat moeten wij vieren. Oh, burgemeester, en we vieren het met een... Liesje! En dit liedje kennen ze hier allemaal, want dit is de enige echte zang van de land. Dus wij willen iedereen horen zingen. En als je zin hebt, mag je hier vooraan. Hier of in Antwerpen terug voor onze kerstshow! Yeah! Yeah!